Ik herinner me nog heel veel gesprekken met een docent. Ik zat heel erg vast in het bedenken van een werk. Ik ging goed zitten van, nou, wat zal ik vandaag eens gaan maken? En dan kwam er natuurlijk niks. Dat is ook helemaal niet wat in mijn aard ligt om zo conceptueel te werken. En dan zei hij dus van, goh, je moet gewoon beginnen. Dus ik gewoon beginnen en ik merkte eigenlijk dat het me heel erg goed lag. Wat ik zelf goed vind aan kunst, is bijvoorbeeld dat je iets kan zien en dat je onmiddellijk kan voelen dat er meer aan de hand is dan puur een leuk plaatje, maar dat je zelf niet precies weet wat er dan gezegd wordt. Ik kwam erachter dat de manier waarop ik werkte, namelijk heel erg vanuit het maken en vanuit het intuïtief kijken naar iets, voor mij heel erg belangrijk is. En dat dat niet voortkwam uit gebrek om een goed idee te hebben voordat je begint. Maar dat dat eigenlijk heel erg essentieel is aan de manier waarop ik werk. Wat mijn beelden communiceren, dat weet ik zelf ook niet precies. Omdat wat mijn beelden moeten communiceren, dat iets is wat ontstaat tijdens het maken. Waar ik ook probeer achter te komen tijdens dat maken. En waarin een gedeelte van mezelf afkomt, maar juist ook voor een heel groot gedeelte vanaf het beeld.